Mijn ongezien en gezien in Schalkwijk. Ik zie wel sommige mensen die me dan niet groeten, bijvoorbeeld. Omdat ze denken van, ach joh, laat maar zitten. Maar dan zeg ik wel gewoon goeiedag tegen. Want ik vind het beter om iemand te groeten dan om iemand juist niet te zien. En dan, weet je, als jij elke dag het gevoel hebt dat jij niet gezien wordt. En elke dag iedereen jou negeert. En elke dag niemand tegen jou praat. Dan, ja, dan kruip je eigenlijk in je eigen hol, zeg maar. En dan wil je er ook niet meer uit. Even alle ogen deze kant op. Dus als je nu druk aan het schrijven bent al, dan stop je daar even mee. En dan gaan we even met z'n allen het project beginnen. Mag ik een vraag stellen aan de juf? Wat zien we hier vandaag eigenlijk? Een ontmoetingsproject eigenlijk tussen de jonge generatie, groep 8 van basisschool Globe, met ouderen uit de buurt. En ze gaan elkaar uitwisselen wat ze bijzonder vinden in de wijk en wat ze graag met elkaar willen delen. En waarom doen jullie mee? Omdat we het heel leuk vinden dat we op deze manier een ontmoeting kunnen regelen. En tegelijkertijd ook werken aan creatieve vaardigheden en het fotografieproject. En het leren waarderen van je omgeving en de wijk. Ja, dit is hem. We hebben hem. Dan moeten we even op het boekje. Boekje 10. En dan had ik mijn pen daarin. Nee, je moet langer drukken. Ja. Oké, even kijken. Dan ga ik met je mikken wat ik goed moet doen. Oh, dat is wel een mooie foto, toch? Ja. We moeten even opschrijven in het boekje. En weet je wat ik ook ga doen? Even kijken hoor. Zijn we tevreden? Zo, stoere foto. Ja, perfect. Nou.